Een overvaller op slippers, dat zien we niet vaak. Het is dan ook niet gek dat de medewerkster van dit tankstation in Oudheusden niet meteen in de gaten had wat er gebeurde toen er iemand de shop binnenkwam. Totdat hij begon te dreigen met een mes. Het gebeurde op carnavalszondag 15 februari rond 16:45. Op de bewakingsbeelden is de man voor de overval al te zien. Net als hij het terrein van het tankstation op komt lopen. In de deurenopening doet hij zijn sjaal voor zijn gezicht. En dan gaat hij, ogenschijnlijk op zijn gemak, de winkel in. En let meteen op zijn loopje. Het lijkt net alsof hij niet helemaal in balans is. Als hij vlak bij de medewerkster staat, wordt goed duidelijk wat er gebeurt. Ze weet niet wat haar overkomt als de man ineens met een mes begint te dreigen. Hij wil geld. Van pure zenuwen krijgt ze de kassa niet meteen open. Het duurt de overvaller kennelijk te lang, waarna hij met zijn mes dreigt en de medewerkster zelfs in haar zij prikt. Dan gaat de kassa toch open en met de inhoud gaat de man er weer vandoor. De verwondingen van de vrouw vielen achteraf gelukkig mee, een paar blauwe plekken in haar zij. Maar het neemt niet weg dat ze dacht dat ze gestoken werd op dat moment en de dader heeft wel degelijk geprikt met zijn mes. Buiten ging de overvaller langs het tankstation richting de Steenweg. Een overvaller op slippers. Je zou haast vermoeden dat hij hier uit de buurt zou komen. Of is er toch ergens een auto geweest waar hij is ingestapt? Informatie daarover is meer dan welkom. Even terug naar de dader. Hij droeg die dag een lichtkleurige jas of misschien wel een vest met capuchon en bontkraag. Verder een sjaal, een spijkerbroek, donkere sokken en opvallend dus donkere slippers. Hij wordt geschat op een jaar of 35-40. Vlak na de overval heeft de politie wel een verdachte aangehouden, maar die is weer vrijgelaten. De vraag is duidelijk. Wie heeft er een vermoeden wie die man kan zijn die hier op die zondagmiddag 15 februari op zijn slippers het tankstation komt binnenwandelen, de cashière bijna een hartaanval bezorgt en er uiteindelijk met de inhoud van de kassalade vandoor gaat? Tippen kan via 0800 60 70. En zegt u liever uw naam niet, dan belt u met de M-lijn op 0800 7000. Rechtstreeks bellen met iemand van het team Nationale Criminele Inlichtingen kan ook. De bewakingsbeelden van de overval staan op onze website.